Johan, je had Gerard van zijn stoel geblazen. Ja, enorm. En nu sta je hier. Balen. Ja, hoe voel je? Ja, hoe voel je het? Je wil heel graag verder komen natuurlijk. Je wil die live shows wil je meemaken. En ja, dat heb ik helaas niet gehaald. Je hebt heel lang op die stoel gezeten. Hoe is het om daar te zitten? Zenuwslopend. Echt zenuwslopend. Weet je, je gunt iedereen natuurlijk het beste, maar je gunt jezelf het meest. Ja, toch eerlijk is eerlijk. Je wil verder komen. En, maar goed, ik heb mijn best gedaan en meer dan dat kan ik niet doen. En hoe is het dan dat je de ene na de andere goede kandidaat voorbij ziet komen? Ja, hoe is dat dan? Ja, niet leuk. Niet leuk, heel eerlijk. Dus hij noemde mij al de Johan Cruijff onder de zangers. Nou, als je dat al zegt, en Johan Cruijff is echt de grootste, ja, dan had ik ook wel graag willen zijn eigenlijk. Nou, die complimenten kun je in ieder geval in je zak steken. Absoluut, absoluut. En hoe ga je nu verder? Ga je verder met zingen? Ja, natuurlijk. Nee, we geven nooit op. Ik blijf doorgaan met hetgene waar ik mee bezig ben. En ja, we zien me waar Schipstrand. Heb je iets op stapel staan qua zingen? Ik heb wat in de planning heb ik inderdaad staan. Maar ik moet het eerst allemaal nog uitwerken. Wil ik het allemaal kunnen realiseren en het naar buiten kunnen brengen. Maar er staan leuke dingen op het programma.